Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video laat ik je zien hoe een paardentandarts te werk gaat. Je ziet hier op dit moment dat mijn paard Wodan al een beetje suffig is. Dit komt omdat hij een sedatie gekregen heeft. Paarden krijgen een sedatie omdat ze dan rustiger zijn en het gemakkelijker gemaakt wordt voor zowel het paard als voor de tandarts. De sedatie wordt gegeven door middel van een spuitje. Gelukkig doet dit geen pijn. Wanneer de sedatie helemaal is ingewerkt, wordt de mond van tevoren goed schoongemaakt. Alle etensresten die er nog in zitten, worden door middel van een soort spuit in de mond er allemaal uitgehaald. Wanneer de mond helemaal schoon is, wordt het paardenhoofd een beetje omhoog gehezen. Dit kan door middel van het speciale halster dat de paardentandarts heeft en door een balk aan de bovenkant van de stal. Het paardenhoofd wordt omhoog gehezen omdat de tandarts er dan, zoals je hier ook kan zien, wat beter bij kan en het allemaal wat beter kan zien. Allereerst controleert de tandarts de voortanden. Of hier misschien haken op zitten of andere bijzonderheden. Zoals je hier kan zien, zit er aan de zijkant van de voortanden bij Wodan een haak op de tand. Dit is een soort scherpe punt. En die moet natuurlijk weggehaald worden. Zodra de tandarts klaar is met het bekijken van de tanden, dan kan ze haar gereedschap erbij pakken om puntjes te bewerken welke aangepakt moeten worden. Het paard is gesedeerd. Dit betekent dat hij nog wel wakker is, alles kan zien, ruiken en horen, alleen hij is gewoon een beetje slaperig. Daarom is hij wat minder schrikkerig en wat minder bang, daardoor is het wat makkelijker voor de tandarts om mee te werken. Het is en blijft natuurlijk wel een vluchtdier, dus daar moet rekening mee gehouden worden. De tandarts begint hier met het veilen van de haak. Ze veilt dus met haar apparaat tegen de tand aan en daardoor gaat de haak eraf. Zo wordt alles mooi glad en egaal. Ook de onderkant van de tanden moet geveild worden. Daarna moet er gecontroleerd worden of de tanden nog wel goed op elkaar aansluiten. Dit is heel belangrijk, omdat het paard wel goed moet kunnen blijven eten. De voortanden zijn nu klaar. Nu gaan we over op de kiezen. Het gebit van een paard is erg lang en om bij alle kiezen te kunnen komen gebruiken we een mondsperde. Deze wordt in de mond van het paard gezet en hierdoor kan de mond van het paard opengemaakt worden. Zo kan het paard de mond dus ook niet zomaar dicht doen wanneer de tandarts er met haar hand bijvoorbeeld in zit. Wanneer de mond van het paard open is, kan je alle kiezen zien tot helemaal achterin de mond. Zo kan de tandarts zien of er ook haken zitten in de mond of andere dingen die gerepareerd moeten worden. Haken zijn stukken tand die oneven afgesleten zijn. Deze kunnen dus prikken in bijvoorbeeld de wang of de tong. Die moeten dan bijgeveild worden zodat ze weer recht zijn met de andere kiezen. Wanneer de tandarts weer klaar is met het onderzoeken van het gebit, kan ze het gebit gaan bewerken. Dus dan weer de haken eraf veilen. Het is fijn dat de paarden tussendoor ook eventjes de tijd krijgen om hun mond weer dicht te doen. Wij zouden het natuurlijk ook niet fijn vinden om de hele tijd met onze mond open te staan. Wanneer de tandarts klaar is, kan er nog even in de mond gekeken worden. Hier zie je dat de tanden allemaal mooi recht zijn. De mondsperder mag er weer uit.
hoeven nu alleen nog maar een paar puntjes op de i gezet te worden. Met een speciale haak kunnen de wangen opzij gedrukt worden. Zo kunnen de zijkanten van de kiezen extra goed bekeken worden. Daarna wordt gecontroleerd of de kiezen allemaal goed op elkaar aansluiten en of het paard goed zou kunnen malen. Tot slot moet er op sommige plekjes nog tandsteen weggehaald worden. Dit gaat er vrij gemakkelijk af, zoals je hier kan zien. Het paard is na de behandeling waarschijnlijk nog steeds een beetje suf van de sedatie, maar deze trekt vanzelf weer uit. Het is belangrijk dat hij dan nog niet gaat eten, dus het beste is om hem gewoon vast te maken in zijn eigen stal en uit te laten roesten. Wanneer die dan echt helemaal wakker is, zal hij weer heel goed kunnen eten. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Wil je nog andere filmpjes zien? Kijk dan even bij mijn kanaal en vergeet niet om te abonneren.